Het televisielandschap kan soms als een woelige zee zijn, waarin zelfs de meest veelbelovende talenten zich soms verliezen. Neem bijvoorbeeld Geraldine Kemper, wier overstap van BNNVARA naar RTL 4 in 2019 werd aangekondigd als een grote stap voorwaarts. Het leek alsof ze de belofte van frisse inhoud en opwindende projecten met zich meebracht, maar helaas bleek de realiteit grilliger dan verwacht. De langverwachte onthulling van haar nieuwe programma werd overschaduwd door de onverwachte gast die de wereld teisterde. De COVID-19-pandemie. Het duurde maar liefst 16 maanden voordat we haar weer op televisie zagen, en haar terugkeer was helaas niet het glansrijke succes waar velen op hadden gehoopt. Het programma waar ze mee terugkeerde, Geraldine en de Vrouwen, slaagde er niet in om de harten van de kijkers te veroveren, en haar tijd bij RTL werd al snel een hobbelige weg. Ondanks de veelbelovende start, waarbij haar overstap naar RTL werd omgeven door opwinding en hoge verwachtingen, bleek de realiteit minder rooskleurig. Haar salaris, waar ze in een interview nog vol vreugde over sprak, bleek niet genoeg om haar tv-carrière te doen floreren. En nu, na een periode van stilte, kondigt ze aan een jaar lang een sabbatical te nemen, waarbij ze Europa zal doorkruisen in een camper, ver weg van de schijnwerpers van de televisie. Voor velen in de branche is dit een opvallende zet. Het gebrek aan ophef rond haar vertrek op sabbatical staat in schril contrast met de opwinding die haar komst bij RTL teweegbracht. Het lijkt erop dat zelfs haar werkgever RTL haar afwezigheid voor een jaar kan dragen zonder al te veel moeite. Dit roept de vraag op of haar tv-carrière ooit nog dezelfde glans zal hebben als voorheen. Het sentiment onder tv-kenners en collega's is gemengd. Sommigen zien het als een tragische wending voor een talent dat ooit zo veelbelovend leek. Anderen beschouwen haar vertrek als een symptoom van een groter probleem in de industrie, waar jonge talenten vaak worstelen om hun plaats te vinden en te behouden. Het is moeilijk te zeggen of we Geraldine ooit weer op tv zullen zien na haar sabbatical. Sommigen vrezen van niet, en wijzen erop dat er weinig programma's zijn waarvan men denkt dat alleen zij ze kan presenteren. Zelfs Big Brother, een iconisch programma, wordt genoemd als iets dat gemakkelijk door anderen kan worden overgenomen. Misschien is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie talenten, mensen zoals Leonie Ter Braak, die misschien beter geschikt zijn voor de uitdagingen van de moderne televisie-industrie. Of misschien is dit gewoon een tijdelijke onderbreking, een kans voor Geraldine om zichzelf opnieuw uit te vinden en sterker terug te komen dan ooit tevoren. Wat de toekomst ook mag brengen, één ding is zeker: de televisiewereld wacht nooit op iemand, zelfs niet op degene die ooit als haar toekomst werden beschouwd.